klinken en schinken. Vanavond is voor jullie onze gender reveal online. Ik ben even in een heel rustige DM en deze zijn echt de helft van de prijs wat het in Nederland is. Sarah is lekker aan het genieten van de poppetjes. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik heb een hele korte nachtrust gehad. Want gisteravond hadden we dus een kerstdiner. Daarna moest ik nog wat dingetjes doen voor mijn video. Dus ik lag er om 2 uur of zo in en om 7:15 ging de wekker. Dat is fantastisch. Het goede nieuws is dat we zo in een bus zitten. Dan kan ik even slapen. Want we gaan naar een kerstmarkt in Duitsland. We gaan naar die in Duisburg. Nog nooit eerder geweest, maar ieder jaar gaan we eigenlijk met Marco's gezin, zeg maar. Met zijn ouders, zijn broer, zus, vrouw van zijn broer. Gaan we naar een kerstmarkt toe. En deze keer is het Duisburg. En dan gaan we daar gewoon de dag spenderen. En dat is altijd wel heel erg gezellig. Normaal lekker aan de glühwein, nu lekker aan de chocomel, denk ik zo. Maar ja, ik hoop dat het weer een beetje meevalt. Want ik zag wel dat er heel veel regen is voorspeld. Dus ik neem sowieso even een muts of een petje mee. Dat had ik vorig jaar volgens mij ook. Dat is wel heel fijn dat je in ieder geval niet op je hoofd de hele tijd die regen hebt, zeg maar. Maar in ieder geval neem ik jullie dus lekker mee naar de kerstmarkt. Ik ga allemaal leuke sfeerbeelden maken. We gaan vast allerlei bijzondere snacks proeven weer. Want zo is het altijd wel een beetje als we daar gaan. Ja. En wat ook heel leuk is, mocht je dit nu zien. Joh, je kijkt dit nu. Vanavond, het is nu dinsdag en vanavond is voor jullie onze gender reveal online. Dus ben je nou heel benieuwd of wij een zoontje of een dochter verwachten? Kijk dan zeker ook vanavond om 7:00, want dan komt die video. Wij weten het op dit moment zelf ook nog niet, dus je kan niks aan mijn gezicht aflezen. want dat is pas morgen. Maar ik weet al dat ik het dinsdagavond ga plaatsen, dus stay tuned voor de kerstmarkt look. Ik heb een muts natuurlijk. Deze kerstige sjaal. Deze trui is altijd heerlijk warm. Hieronder een hemdje. Mijn glitterflirt. Glitter. Glitter. En mijn Dr. Martens. En onder mijn flirt doe ik altijd lekker een panty en sokken voor de warmte. Dus yes. Wat is jouw kerstdag outfit? Kerstdag, kerstmarkt? Ik heb gekozen voor een groene trui, een groene sjaal, een brak hoofd. En een rode muts. Oh, ik ben op dit moment zo blij dat ik gewoon geen alcohol kan drinken. Want ik voel me echt beter dan jij, ondanks mijn 5 uur slaap. Je ogen zijn zo klein ook. Het is net niet zo erg als een paar vlogs geleden. Huh? Het is net niet zo erg als een paar vlogs geleden, je ogen. Oh, ja, oh. Heel veel mensen vroegen of het alweer beter ging. Maar het was bijna gelijk weg, hè? Na de dag zo gek. Wel dik. En op de dag zelf, die dag daarna, toen was het langzaam steeds minder aan het worden. Dus. Maar geen idee wat het nou was. Nee. We zitten in de bus en we kregen net super lieve Marco's zus dit rompertje. En er staat op half to bed. En natuurlijk Nijntjes. Te schattig. Super leuk. Heel lief. We hebben nog niet zo heel veel geluk met het weer. We zijn nu net aangekomen. Maar goed vertrouwen in dat het op gaat te klaren. En anders moet het maar sneeuw worden in plaats van regen. Dat zou een stuk gezelliger zijn. Waarschijnlijk heb ik dit al heel vaak gezegd. Maar toen Marco en ik net verkering hadden, toen was Marco naar de kerstmarkt gegaan. Toen had hij zo'n hart voor me meegenomen met Ich liebe dich of zoiets, toch? Mm-hmm. Deze kerstmarkt is tot nu toe een stuk rustiger dan Oberhausen vorig jaar. Want daar moesten we echt, ja, hoe noem ik dat? Stapje voor stapje. Ja, maar dan moesten we echt duwen. Ja, de hele dag gelopen en we hadden echt 5000 stappen gezet. Omdat het gewoon zo druk was. Maar ik denk dat het hier nog wel voller wordt nu het en droog is. En ook gewoon, het is nog best wel vroeg. Maar ik denk zeker niet zo druk als in Oberhausen. Want daar begon het al een stuk drukker. Op zich geeft drukte ook wel een beetje sfeer, maar voor mij is dit echt prima. Ik vind dit lekkerder. Kan ik een beetje vrij rondlopen en hoef ik niet de hele tijd zo op mijn tenen te staan om iedereen te zoeken waar ze nou weer zijn blijven plakken. Ik
klinken, hoorn schinken. Prost. Hoe is jouw glühwein? Heist is chocolate. Dat is een muziekje erbij, joh. Ja, precies. Vooral die muziek erbij. Halen volgens mij. Oh, lekker. Ik ben helemaal ingezoomd. Wauw. Zo, wat gaat... Curryworst? Sowieso. Curryworst halen. Nice. Oh, daar ben ik wel helemaal voor. Zinnie. Lekker. Jongens, check even deze mokkencollectie. Deze mokkencollectie is echt... Ja, ik wil dit thuis. Ze zijn echt voor de helft heel lelijk, maar gewoon van allemaal kerstmarkten. Echt fantastisch. Vet leuk. Daarbinnen ook nog van alles. We staan inmiddels op het station, zoals je waarschijnlijk wel ziet. En we hebben toch besloten om nog even door te gaan naar Oberhausen. Want Duisburg is toch wel iets kleiner dan we dachten. Ik vond het eigenlijk wel chill. Gewoon lekker relax, rustig beginnen. Je kon nog een beetje wandelen. Maar het is wel gezellig om voor vanavond wat meer de drukte op te gaan zoeken. We zijn nu inmiddels in Oberhausen en het is hier inderdaad wel weer wat drukker. Zoals we dachten. En luidruchtiger. En luidruchtiger, drukker. Eigenlijk drukker dan dat het überhaupt een Duitsburg was. Wel op zich leuk. Wel gezellig. Maar dit is net meer de... Dit is wel meer het gevoel, ja. Helaas kwam er weer een buitje, dus Marco en ik zijn even gaan schuilen, of we zijn met z'n allen gaan schuilen. Alleen de rest is even naar winkels aan het gaan en wij zijn gewoon eventjes hier aan het zitten, want ik was wel toe om even te zitten. Die 5 uur slaap die ik vannacht heb gehad, die hakt er nu wel een beetje in, moet ik zeggen. Maar het is laat? 4 uur. Oh, we moeten nog wel even, nog 4 uur. Ja. Maar we zitten nu in de Oberhausen. We waren in Duisburg, dus we moeten ook nog sowieso de terugreis van naar Duisburg. Ja, we moeten om 7 uur denk ik wel terug met de tram. Oh, ja. Dus het valt allemaal wel mee. Yes, we made it to the poppertjeskraam. Dit is echt ieder jaar wat ik zeg dat ik meteen wil hebben en wat ik als allerlaatste eet. Maar ik vind het echt zo lekker altijd. Als je toetje. Alleen er zijn hier echt superveel curryworst en friet en weet ik veel wat kraampjes. Ruimkoeken en zo, maar poppertjes bijna geen. Dus ik ben echt helemaal weer teruggelopen en nu, yes, krijg ik mijn poppertjes. Ik heb nu net lekker een pretzel gehaald en Sarah die is lekker aan het genieten van de poppertjes. Is lekker, schat? Nice. Het is wel echt weer heerlijk, heerlijk Hollands hoor, dat je voor de poffertjes gaat op een Duitse kerstmarkt. Alsof dit heel cultureel eten is. Hoor. Totaal niet, maar wel lekker. Culinair. Cultureel culinair, juist. Ik ben even in een heel rustige DM en deze zijn echt de helft van de prijs wat het in Nederland is. Mijn Favo concealer ook. Super chill. En het is hier ook heel rustig. Ik heb even een paar kleine dingetjes bij de DM gescoord. En we zijn nu terug in Duisburg. Want de bus gaat vanaf hier. Stop is. Hou op. En zo, ik sta onder blauw licht. En nu is het hier een stuk levendiger. En ook super gezellig. Dus we hebben gewoon 2 kerstmarkten gepakt. 2 vliegen in. Hoe is die? Ja goed, ik ben zo een beetje zat eigenlijk. Heb je al zin in de bus, of niet? Ja, nu wel. Ga je zo lekker slapen? Ja, word je lekker loom, lekker warm zo in die bus? Ja. Ga jij slapen? Ik denk het niet. Ik denk wel dat ik even lekker chill ga zitten. Ik denk dat jij met jouw hoofd op mijn schouder komt. Ik denk dat jij in één keer zo met je tong ongeveer op mijn elleboog ligt. En kwijlend en snurkend in die bus zit. Je maakt het heel charmant. Sowieso, ben je ook enorm. I know. We zijn weer thuis van de kerstmarkt en het was echt super leuk. Het is inmiddels 10:30 geweest. Nog even lekker een theetje drinken, een beetje chillen en dan gaan we langzaam naar bed.
En we hebben een nieuw kerstlichtje gekocht. En ik weet niet, die heb ik jullie wel vaker laten zien. Wij hebben van die superleuke vaccinelichthoudertjes. En die hebben we 2 keer gekocht op de kerstmarkt. En nu hebben we dus een derde erbij. En dit is een soort sneeuwdorpje. En als je dan een vaccinelichtje erin doet, dan is dit echt zo sfeervol. En ik heb er voor Lot ook eentje meegenomen, want zij vindt ze ook heel leuk. En ik zie haar morgen, dus ik dacht, ik vind het leuk om er eentje te geven. Die van haar, je ziet het een beetje erdoorheen, is eentje die wij ook al hebben. Dat is een oranje dorpje met allemaal huisjes die er echt heel knus uitziet. Die kleur is ook super mooi, wordt heel mooi warm als je er een vaccinelichtje in doet. En verder hebben we eigenlijk niet echt wat gekocht, hè? Ja, eten, heel veel eten. Eten, drinken. Ja, maar verder, dat was het denk ik. Ja, niet heel veel meer, nee. Nee, was ook wel genoeg. Ja, op zich, aan de andere kant, heel veel heb ik ook niet per se nodig van een kerstmarkt. Dus... Nee, het is toch een beetje veel van hetzelfde en troepjes en zo. Maar eigenlijk wel. Gewoon wel leuk. En hiervan weten we dan dat we er echt wel plezier van hebben, weet je wel. Dus dan is het wel heel erg leuk. Vind je trouwens van mijn kerstsokken? Ja, Marco, je dacht misschien dat hij genoeg happy socks had, maar... Hij had besloten om laatst nog een paar te kopen. Dat was een goede deal, 3 voor 10. Rensokkies. Rendiertjes. Oh, wat zei ik nou? Rensokkies. Rensokkies, happy sokkies, rensokkies. Ja, mag allebei. Mag allebei, hè? Nou, dan ga ik nog even de adventkalenders unboxen, denk ik zo. Met een theetje erbij, zo chill. Ja. Wil je eerst een... Een beetje misschien. Leuk hint, hoor. Leuk. Ja. Maar ik vind het wel leuk als je me weer helpt met unboxen. Ja, zit er vast weer dingen die jij kan scoren bij? Ja, want ik heb al heel droog. De derde handcreme, ja, je weet maar nooit. Misschien is het je lucky day. Misschien wel een maskertje. Well, what do you want for Christmas? Het is nu de 14e, maar voor jullie is het de 17e. Oh god, deze krijg je echt heel slecht uit, hè? Mm-hmm. Oh, dit is... Ligt niet aan mij, zie je jongens. Nice, het is iets met Prime. P-Studio Prime. Dat is heel fijn. Die gebruik ik onder mijn foundation. Dat is heel handig. Dan mag jij deze hebben. Thank you, ja? Thank you. Heel blij mee. Dit is de Illuminating, of niet? Illuminating. Ja, ja. Ja, yes, score. Dat is mijn lievelings. Ja? Oké, die kent die al dus. Mm-hmm. Alsjeblieft. Maar ik had die alleen nog in het groot. Alright, dan. Welke wil je nu? De beauty case. De beauty case. Dan moet ik weer even kijken. Hoe ging dat? Oh ja, er was iets hier. Oh, nou, 17. Haha. Wow, score. Gevonden. Nou, dit is nou toch weer heel erg handig voor mij. Iets voor mijn ogen. Eyes and lips. Oh, dit is een make-up remover. Ja, die heb je wel dagelijks nodig, hè? Die heb ik dagelijks nodig voor mijn make-upjes. Dus heel handig. Vind ik wel handig. Heel deze blij mee. Deze is voor mij. Oké, nog steeds geen cadeau voor mij gevonden. Dan gaan we op zoek naar wel een cadeau voor mij. Oh nee, kijk uit. Deze kalender is heel ellendig. Ja, alles schuift altijd aan alle kanten uit. Maar ik zag de 17 al hoor. Hij stond wel daar. Ja, ik ben een halfie. Oh, ja. Het is altijd heel moeilijk met die. Ik draai hem ook oneindig om meestal. Jij zit hier. Yes. Die komt hier. Nou, maar je hebt hier het meeste kans op een crème. Want ik heb tot nu toe... Volgens mij is het serieus. Heb je nog geluk ook? Dit is een handcrème. Dit is letterlijk elke keer zet. Oh, maak ik mijn handcrème. Ja, ik gebruik het bijna nooit. Dus van mij mag je het hebben. Heel handig hoor. Want, oh. Heel handig. Die woordgroep kennen we nog niet. Dit is wel een lekker crème. Heerlijk. Hellig. Ruik maar. Okay. Ik vind dit echt een super mooie. Ik vind die echt mooi gemaakt. Trouwens. Ja. Ik vind hem echt heel mooi gemaakt, maar nu moet ik toch snel gaan zoeken. Siepsten. Ik ben helemaal een Duits toer. Ja, je hebt hem al gevonden. Maar van een afstandje is het veel makkelijker, want als ik hem zelf zeg maar beet heb voor de camera en ik kijk dan in de camera, kan ik hem ook nooit vinden. Ja, maar ik durf echt geen woordzoekers met jou te spelen. Maar jij zag hem net. Ja, echt net. Ja, van een afstandje is het echt makkelijker, dus I feel you. Dit kan maar zo weer een maskertje zijn. Was vorige keer ook in zo'n ding, of is hij wat zwaarder? Nee, hij is even licht. Dat heb ik. Nou. Karma! Hey, vitamine C. Glow shit. Lekker hoor. Ja, dus je weet wat dat betekent. Ja, wordt een maskertje op. After 15 minutes, grumpy skin feels hydrated, awakened ja, and healthier. Zagrijnig gevoel voor mijn huid. Oké, wauw. Dus over 15 minuten ben ik zagrijnig met... Nee, is je huid juist niet meer zagrijnig. Lees goed. Maar, doe je hem op? Moet dat? Nee. Oh. Toch niet dan? Ja, alleen als het moet. Nee, het moet niet. Oké, dan doe ik het. Zo.
Dank je, Sinterklaasje. Nou ja, weet je, je moet wat voor je handcreme over hebben. Juist. Dan neem je het maskertje er maar bij. Dan doe ik het maskertje. En eerlijk, vorige keer was best lekker, toch? Ik was vergeten dat ik hem op had. Ja, maar je huid voelde best chill. Ja, dat zei jij wel, ja. En jij zei ook, ja, oké, het voelt wel lekker. Nee, geef dat durf ik niet toe te geven op de camera. Oké, nou, doei. Dag. Marco heeft lekker van zijn glow mask genoten. Ik heb een poging gedaan om de thumbnail te maken. Dat is gelukt. Toen ontdekte ik dat er opeens een renderfout in mijn video zat. Ik niet had gezien. Dus ik laat hem nu opnieuw renderen. En dan moet ik hem morgenochtend weer inplannen. Ik baal echt zo van mijn last minuteheid. Maar goed, Vlogmas is alleen in december. En ik vind het ook heel leuk. Ik krijg er heel veel energie van. Dus het is nou eenmaal even zo. Hij komt nu voor het eerst iets later waar ik wel van baal. Maar gelukkig is het op een zondag. Dus dan is 6 uur 's ochtends sowieso heel vroeg. Meestal wordt hij dan ook nog helemaal niet veel bekeken. Dus ik denk dat 9 uur voor één keer dan ook oké is. Hoop ik. Ik ga nu in ieder geval mijn rust pakken. Want dan ben ik morgen lekker, ja, gewoon nog. Heb ik genoeg energie voor onze gender reveal party waar ik heel veel zin in heb. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En ik hoop dat je morgen weer kijkt. Doei doei!